Met een drukke receptie namen donderdag 3 wethouders afscheid van de gemeente Goorlen. Burgemeester van Stappershoef gaf aan dat het wethouderschap nog niet zo'n simpele klus is. Gisteravond, dames en heren, ben ik tijdens de raadsvergadering een beetje ingegaan op de kwetsbaarheid van het ambt. Want dat is natuurlijk ook, kijk, als je aan begint, laat je natuurlijk je baan achter en je moet maar afwachten of je na 4 jaar nog werk hebt. Dat heb ik toch vaak gezien bij mensen, ook mensen die eenmaal op dat plus wat er dan gezegd hebben gezeten. Ja, het is natuurlijk een ontzettend leuk ambt en heel breed. En dan is het ook best ingewikkeld om daarna nog iets van je gading te vinden. Wethouder Guus van der Put, een vertrekkend wethouder. Hoe vindt u dat? Jammer? Ja, ik heb er wel een beetje gemeentegevoelens bij. Ik heb natuurlijk een bepaalde leeftijd bereikt waarop je kunt zeggen van nou, ik ga op mijn lauweren rusten. Van de andere kant had ik nog heel graag een tweede periode geambieerd. En ja, daar is er niet van gekomen, dus dat vind ik wel jammer. Omdat de PvdA er niet in kwam. We hebben verloren en wij gaan altijd mee op de landelijke peilingen. Dus ja, wat dat betreft is het een beetje een bierkaartjevecht in zo'n gemeente als Goorlen. Je kunt het nog zo goed doen of nog zo slecht, het maakt niet zoveel uit voor een landelijke partij. Is er iets waar je met bijzonder veel trots op terugkijkt? Ja, er zijn twee dingen, nou eigenlijk meerdere. De grenscorrectie Bakertand vind ik een heel belangrijk gegeven. Het feit dat ik 2 kindcentra heb mogen realiseren, de Vonder en de Kameleon. En nu laatst nog de proeftuin waarvan we de eerste fase hebben kunnen afronden. Ja, daar ben ik toch wel trots op. Ja. Je bent een man met vele gezichten. Je hebt heel veel dingen gedaan. Van café-eigenaar tot accountant, van het Jan van Mezouwhuis tot wethouder. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat er niet nog iets op je verlanglijstje staat. Ja, je weet niet wat er nog op je pad komt natuurlijk. Hè? En ik heb me wel voorgenomen om het eerste half jaar even hevig niks te gaan doen. En daarna zie ik wel. Eventueel in voor een ander wethouderschap in een andere gemeente? Ja, als er een andere gemeente is die behoefte heeft aan zo'n man als ik, dan wil ik erover nadenken. Want ik vind wel dat je dan in een werkomgeving moet komen waar je ook het gevoel hebt dat je in een goed team komt. Dat vind ik heel belangrijk. Want ik ben wel een teamspeler, maar ik ben niet iemand die 4 jaar lang het conflict zoekt. Dus het moet goed voelen en dan wil ik er best heel goed over nadenken. Harry van der Ven, ook vertrekkend wethouder na ruim 2 jaar, bijna 2,5 jaar. Ook al eerder wethouder geweest voor D66, toch niet meer herkiesbaar gesteld. Ik heb wel van begin af aan gezegd, dit is nu ook deze periode van ruim 2 jaar die ik nog zal doen. Dat is goed overzien. Dan ben ik 68 jaar en dan vind ik het ook wel voldoende. Dan ga ik niet nog een keer 4 jaar wethouder zijn. Wel andere ideeën? Ja, ik ga in ieder geval samen met mijn vrouw regelmatig op vakantie. We hebben nu geen verplichtingen meer, dus kunnen gaan en staan wanneer we dat willen. En ik ga ook mijn sport weer wat meer oppakken. Op de racefiets weggaan en tennissen. En ik doe aan modelvliegen, dus daar ga ik ook weer mee verder. En ik heb nu ook al wel wat verzoeken voor een bestuur en dat soort dingen. Maar die hou ik allemaal weer af. En daar ga ik voorlopig even niet op in. En op een gegeven moment komt er wel weer iets voorbij waar ik me toch weer actief bij wil gaan maken hier in Goorlen. Want ja, de gemeenschap hier in Goorlen trekt me zodanig dat ik me daar ook wel weer verdienstelijk voor wil maken. Meneer Van der Rijden, 8 jaar wethouder geweest, maar meer dan 50 jaar bestuurlijke ervaring zelfs al. 8 jaar hier in Goorlen op de centjes gepast. Ik kan me niet voorstellen dat u nu helemaal stopt met zulke soort dingen. Dat is een gewetensvraag en die ga ik beantwoorden. Ik ga wat doen. Stoppen, dat zit niet in mijn aard. Ik vertel tegen mensen dat ik niet naar achter het glas ga zitten en ga kijken dat het gras 0,2 mm per dag groeit. Daar heb ik geen zin in. Dus ik ga wel een aantal dingen doen. Ik neem even een klein beetje afstand en dan hoop ik dat ik hier en daar bij verenigingen of nog iets waardevols kan bijdragen. Maar u heeft dus al iets op het oog. Er is één vereniging die bijna 100% zeker is. De vereniging Recreatie en Toerisme. En die zoeken een bestuurslid. En die hebben gevraagd of ik hun dan daarin zou willen helpen. En ik heb gezegd, nou dat vind ik heel interessant, want ik heb het zelf helpen oprichten. Omdat ik Recreatie en Toerisme, is één van mijn kindjes geweest in de gemeente Goorlen. En dan is het ook leuk om dat dan ook te zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En als ik daar nog een bijdrage kan leveren om het nog leuker te maken voor ons dorp, dan wil ik er graag een bijdrage aan leveren.